Hallo, ik heb een klein probleempje met mijn deur. Die wil niet meer open. En ik merkte het net al met het uitstappen. Normaal trek je aan het hendeltje of drukt op de knop en dan duwt je een stukje of duwt je de deur open. Maar ik merkte dat ik heel hard moest duwen om de deur überhaupt op een kier te krijgen. Met andere woorden, zoals mij net al werd ingefluisterd, ik kan er niet meer deur. En ik zal even laten zien als ik hem nu aan de hendel trek, dan moet hij dus in principe open gaan. Je hoort het motortje die hem naar buiten toe duwt, maar ik denk dat hij gewoon vergrendeld blijft. Je ziet het raam ook een beetje omhoog en omlaag gaan. Dus het mechanisme om de deur open te duwen, dat werkt wel, maar het mechanisme wat de deur eigenlijk, de soft close, die laat hem denk ik niet meer los. Probeer. Ik kan hem mechanisch, als je de hendel wat doortrekt, dus een klein stukje open doet, dan trekt hij hem zelf open. Trek je hem verder open, dan pak je echt een mechanische, er komt geen ding. En je ziet hier zo, dat zit een de soft close, zeg maar. En ik denk dat die hem in het slot vasthoudt. En dat zit natuurlijk hier zo. Dan trekt je hem. Dat trek je hem naar vast. Ik denk dat die hem vasthoudt hier. En als je de deur opent, dan hier komt een blokje, die komt er helemaal uit en die duwt de deur zeg maar naar buiten. Even kijken of ik kan laten zien als ik aan de hendel trek. Nee, dat is er niet. Als ik nou dus dicht doe de deur. En ik druk op de knop. Het raam gaat omlaag, maar de deur komt hier naar buiten. En ik kan nou dus ook, ik kan gewoon de auto niet in. Dus ik ben er buiten gesloten in de auto. Gelukkig heb ik nog een collega nu in binnen zitten die eventjes aan de hendel trekt. Dankjewel. En gelukkig ben ik in Tilburg. Dus ik ga even kijken of ik spontaan bij het servicecenter kan binnenhoppen om te kijken of ze mij kunnen helpen. Want als je niet deur kunt, is dat wel een noodgeval. Dus we gaan eens kijken of ze kunnen oplossen. Nou, ik heb mijn euvel spontaan binnen gemeld. Ze gaan even kijken wat nu het probleem is. Wellicht gewoon even terugduwen van het mechanisme. Maar het kan ook zijn dat het motortje van het slot echt vervangen moet worden. Ze gaan zo even kijken en dan kijken of het ter plekke opgelost kan worden. Want het is wel druk. Er zijn wachtenden voor u, zei hij. Of dat het mogelijk toch na het weekend moet. Maar goed, ze willen me eigenlijk niet verder laten rijden met een deur die niet open kan. Dat is natuurlijk erg onhandig. We zullen het zien. Nou, er is even naar gekeken. Er moet een klein motortje worden vervangen. Het is een kwestie van een kwartiertje werk. Maar goed, ik sta wel in een wachtrij. Zou ongeveer binnen een uurtje gedaan zijn. Ik krijg even een leenauto mee. Een mooie XC60 en daar rijden we eventjes terug mee naar kantoor en dan zou over een 2 uur kunnen we weer opkomen halen. Dus top service. Hi, goeiedag. Je auto staat gereed. Super, dan kom ik hem meteen halen. Nou, Tesla heeft gebeld, 1,5 uur later, dat mijn auto weer gereed staat. Dus ik hoop dat we het euvel hebben opgelost. We gaan het zien.
Nou, ik heb de Volvo XC60 leenauto. Rijdt ook erg lekker trouwens. Weer ingeleverd en hij is weer gerepareerd. Dus het is een kwestie weer van op de knop drukken. En hij gaat weer open. Fantastisch. Nou, erg fijn dat ze dit euvel feitelijk binnen. Nou, is het vanaf het moment dat ik het merkte. Ik was gelukkig dan in de buurt hier in het Bad Shore Center in Tilburg. Ze hebben er even tussen gestopt. Super. En 3 uur later kon ik de auto weer ophalen. En het is gefixt. Dus Tesla, ondanks dat jullie in deze tijd, begin 2019 spreken we er nu, wat kritiek krijgen over het verlenen van service, het wachten op onderdelen en dergelijke. Ja, ik kan niet anders zeggen dat het deze keer weer top was. Dus goed, dat was die weer. Tot de volgende keer. Nee. Tot gauw. Ciao.